Goeiedag, daar zijn we weer. Wij gaan vandaag naar Amsterdam. En er rijdt iemand met me mee. En dat is mijn moeder. Hallo, ik ben de moeder van Alexander. Ik mag vandaag even mee proefrijden. En dit is het laatste proeffilmpje voor naar Zweden. Het volgende filmpje, dat is de eerste weg naar Zweden. Dat is donderdag 9 juni. En die komt online op 10 juni. Dus houd die datum goed in de gaten. Ja, en abonneer je op mijn kanaal. En ja, dan krijg je vanzelf een melding als er weer een nieuw filmpje online is. En de weg naar Zweden, ja, dan komt er iedere dag een filmpje online. Dus hou dat goed in de gaten. Nu gaan we naar Amsterdam. Ja, en ja, we zien jullie straks nog. Bij de volgende update. Over 300 meter scherpe bocht naar links naar de mijzijde. Ja, daar zijn we weer. We zitten, waar zitten we? Bij het weiland. Net voorbij Wilnis, denk ik. Ja, net voorbij Wilnis. Ja, en op weg naar Amsterdam. Ja, en nou, het is hartstikke mooi hier. En als we nou even naar mijn auto lopen, daar ben ik best wel even trots op. Dat zal ik jullie even laten zien. Dat is de route die ik ga rijden. Naar Zweden toe, hè? Dit is de route die we gaan rijden naar Zweden. Zo. Dat is toch hartstikke leuk. Dit is de sticker die we op de auto geplakt hebben. Nou. Dit wou ik toch even laten zien. Kijk op deze site. Brommobielreis.nl. Nou, dan wordt alles duidelijk. Dan staat een link naar de pagina voor de voor het YouTube kanaal. Nou. Dan komt het helemaal goed. Wij gaan verder naar Amsterdam. En dan zie ik jullie bij de volgende update. Ja, daar zijn we weer. We moesten even een klein omwegje maken omdat de weg was afgesloten. Ja, en waar kom je dan terecht? Dan zie je opeens de Vinkeweese plassen. En ja, dat is toch een prachtig uitzicht. Zo. Nou, dat zie ik niet elke dag. En dan zijn mijn moeder net. Dit is een wandelpad. Loopt dwars door het weiland. En dat heet de Oud-Hollandse Waterlinie. Nou, of de Oude Hollandse Waterlinie. Ja, en leuk wandelpad. We gaan maar nou niet lopen, want we zijn op weg naar Amsterdam. En daar zijn, ik denk, de uiterwaarden van de, ja, in ieder geval de weilanden. Verderop daar ergens ligt Vinkeveen. Daar zijn we dwars doorheen gekomen. En moest kijken wat een prachtig uitzicht. Hoe ver je kan kijken. Ja, nou, dat is toch prachtig. En daar staat mijn autootje. Nu nog in Nederland. En over een paar weken op weg naar Zweden. Nu gaan we op weg naar Amsterdam. Als voorbereiding. Of het autootje het allemaal houdt. Ik ga ervan uit van wel. Nou. We spreken elkaar bij de volgende update. Doei. De rivier de Waver. Of, volgens mij is het de rivier. Ja. En in de verte hebben we Amsterdam. Dat is Amsterdam.
ietsje langzamer. Anders dan jullie het niet allemaal. Nou zien we alleen maar riet. Nee. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Dat is prachtig, toch? Daar hebben we de snelweg, de A1. Kunnen jullie dat zien? Dat weet ik niet. Nou, dat is... Weet ik niet dat ik meer heb, welk gebouw dat is. Maar als je terugdraait, dan gaan we zo meteen onderdoor. Dat is de A1. Nou, als jij het zegt, geloof ik dat. Oh nee, sorry, het is de A9. Ik zie nou op de navigatie dat het de A9 is. Nou, dat was de rivier de Waver. Hij ligt hier nou achter de huisjes. Kijk. Dat doe ik ook. En, ja. Nog even en we zijn in Amsterdam. Inderdaad. Nog even. En wat gaan we in Amsterdam doen dan? Wij gaan naar het Anne Frankhuis. Maar daar maken we voor de rest geen opnames. Vlak voordat we er zijn, maken we even een afsluitingsopname. Dat doen we buiten. Ja, en. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog een stukje door. En we zijn nog niet. We zijn nu vlak bij Ouderkerk aan de Amstel. Nou, tot straks! Nou, we zijn weer terug bij onze auto, hoor. We zijn weer terug bij onze auto, ja. Ja, maar Anne Frank hebben we niet gezien. Het Anne Frankhuis hebben we niet gezien? Ja, de buitenkant. En waarom? Ja. De online kaartjes waren uitverkocht. Je kon het alleen maar online kopen. Je kon alleen nog maar online kaartjes kopen, want de rest is uitverkocht. Dus stonden we voor de dichte deur. We mochten niet naar binnen. Ja. Nou ja, toen zijn we even naar het Kaasmuseum geweest. Tulpenmuseum. En dan gaan we richting huis. Ja. Vind je niet? Ja. Of had je nog meer willen zien? We gaan nog een rondje wandelen. We gaan nog even een rondje lopen huis. Hier. En dan gaan we richting Boerden weer. Ja. Maar, en dat wil ik nog bij zeggen. Het volgende filmpje is komt online op 10 juni. Als het goed is. Dus hou dat in de gaten. Is dat dit filmpje? Nee, dat is niet dit filmpje. Oh. Dat is de eerste route naar van de weg naar Zweden. Oké. Die komt online op 10 juni. Houd die datum goed in de gaten. Abonneer op mijn kanaal. Brommelbielreis Zweden. Nou, dan, of brommelbielreis.nl. Daar kun je ook kijken. Daar staat een link op naar mijn YouTube pagina. Allemaal kijken. En tot een volgende keer. Tot de volgende keer.